Het kan u haast niet ontgaan zijn dat deze hele week in het teken stond van André Hazes. En dan de breuk met Monique aan de ene kant en de nieuwe relatie met Bridget Maasland aan de andere kant. En 1, 2, 3, 4 roddelbladen besteden er deze week aandacht aan. En aan weinig anders ook. Ja, aan weinig anders. Zoals ik al zei, de hele week stond er in het teken van Hazes. De privé spant wel echt de kroon met deze cover. Moeten we hier nog iets over zeggen? Nee, daarvoor kun je op Instagram terecht. Andere BN'ers zijn echt boos. Ja, ja, Instagram staat vol inderdaad met reacties op deze cover. Laten we voor we verder gaan even naar een tijdlijn kijken hoe de relatie van André en Monique verliep. André Hazes en de 16 jaar oudere Monique Westenberg leren elkaar in 2014 kennen via Facebook. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar na een etentje werd het stel stapelverliefd. 2 jaar later bekronen ze de liefde met een kind. Zijn roepnaam is André. In april 2018 melden André en Monique dat ze voor het eerst uit elkaar gaan. Volgens Monique komt de breuk vooral door het drukke schema van de zanger. Nog geen maand later zijn ze weer bij elkaar, na een gezellige familievakantie in Mexico. En daar zijn ze erachter gekomen van, nou, maar we willen wel samen verder. En nu zijn ze dus samen weg. En ja, als ze de bladen mogen geloven, dan wil André niks liever dan met Monique door. In augustus van dit jaar verschijnen er toch weer geruchten dat het stel uit elkaar is. André bevestigt begin september dat ze niet meer samenwonen. Op 30 september gaan ze nog samen naar Bonaire. Maar dit keer komt het niet meer goed. Op zaterdag 9 november wordt het duidelijk, André en Monique zijn definitief niet meer bij elkaar. Ja, wat maandenlang slechts speculatie was, is nu daadwerkelijk waarheid. André en Monique zijn uit elkaar. Wat kunnen we vertellen over de reden? Is Bridget de reden geweest? Dit is allemaal wel een beetje, daar moeten we een soort van... Dit was best wel ingewikkeld, want zij gaven Monique en André leken een gezamenlijke verklaring te geven dat die relatie voorbij was. Even later liet Monique op Instagram weten van, ja jongens, dit heeft hij er hals over kop uitgestuurd. Ik werd door hem geappt dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw en wie dat is maakt dit extra pijnlijk. Nou, dan gaan natuurlijk die radaren in de roddelwereld keihard werken. Privé zegt dat zij als eerste hadden ontdekt dat het Bridget was. RTL Boulevard heeft zo ook zoiets gezegd. Nou, wie dat is geweest, geen idee. Maar ze zijn in elk geval... In elk geval is het zo dat Bridget nu de nieuwe liefde is van André. En dat maakt het voor Monique extra pijnlijk. Want de geruchten dat zij al een keertje iets met elkaar gehad hebben, iets gedaan hebben, dateren al van 5 jaar geleden toen Monique en André net met elkaar samen waren. Ja, we zien op meerdere foto's zien we ook dat Bridget een ketting met de naam André om haar nek heeft. Ze zegt zelf dat het pas een week speelde, maar deze foto is al wat ouder. Ja, dus... dit suggereert natuurlijk dat er al langer iets aan de hand was. Nou, zij zegt van niet. Bij Boulevard werd ook gezegd van er waren meerdere bekende vrouwen die zeiden, oh, ik heb die ketting ook. Die ketting zou verstuurd zijn rondom... Gewoon merchandise. Precies, zou verstuurd zijn rondom de concertreeks in Ahoy. Ze heeft hem ook geplaatst op een van de concertdagen van dat André in Ahoy stond. Dus waarschijnlijk is één en één wel aan elkaar verbonden. Maar het is natuurlijk wel een heel opvallend detail. Ja, kun jij nog iets zeggen over dat Instagram bericht dat André naar buiten stuurde? Daar stond in dat hij een nieuwe vrouw gevonden heeft. Ja. En de verhalen gaan ook dat Bridget degene is geweest die zei van plaats dit op Instagram. Nou, zij heeft wel tegen hem gezegd, dat heeft ze ook duidelijk zo verteld. Ik wil wel dat je duidelijk bent dat het uit is met Monique. Want als wij met z'n tweeën gefotografeerd worden, wat nu is gebeurd, dan gaan die radaren lopen. En ik heb geen zin om de schuldige genoemd te worden in dat het klaar is met jou en Monique. Dat gebeurt nu alsnog. Dat komt gewoon door alles eromheen, denk ik. En ja, die foto's worden alsnog gemaakt, want dat valt ook te lezen in alle bladen deze week. Ze hebben echt met rijen dik, met persfotografen of paparazzi, hebben ze voor de deur gestaan bij Bridget thuis. Ze hebben bij een restaurant hebben ze ruim 3 uur in een portiek staan wachten tot ze klaar waren met eten. Om maar die eerste foto te kunnen schieten van hun twee samen. Ja, en dan toch, in alle bladen zien we oude foto's. Ja, het komt eigenlijk overal een beetje hetzelfde voor. Ja, dat is het probleem met een blad dat naar de drukker moet. Die foto is gemaakt op een tijdstip dat de bladen al weg waren. Ja, dat is jammer. Ja.
Goed, hey, even kort nog. Bridget en André die hebben elkaar gevonden. Mm-hmm. Weten we hoe het met Monique is? Hoe die eronder is? Nou, Monique die plaatst op Instagram vooral dat ze zich positief probeert in te steken. Ze is met familie is op pad. Ze is met bekende vriendinnen op pad geweest. Want ze kreeg heel veel steun op Instagram ook meteen. Die comments heeft ze nu uitgezet. Maar je zag echt eronder dat Chantal Jansen, die gestuurde hartjes, Olcay Goolse. Nou ja, eigenlijk iedereen die niet Bridget Maasland heeft, die heeft haar gesteund op Instagram. Dus ja, zij gaat... Het gaat goed, maar het gaat niet goed. Ja, nou, ik denk dat we het ook zo moeten zien. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal bij iedereen. Ja. Ook bij normale mensen. Ja. Ik hoop dat ze hier met z'n drieën uit kunnen komen en dat ook de kleine André... Ja, het is voor kleine André is het natuurlijk vooral belangrijk dat ze hier goed uitkomen. En ja, wat betreft Bridget en André, ja, ik hoop voor hen vooral dat er iets minder gezeik op Instagram komt. Want Bridget wordt wel echt helemaal kapot gemaakt. Ja. Maar gelukkig sparen haar collega's van Boulevard sparen haar wel. Dus ja, dat scheelt wel. Oké, dus ze heeft wel enkele mensen achter zich. Ze heeft wel steun. Ja, goed, nou, de tijd zal het leren. Dankjewel. Ja. U bedankt voor het kijken en dag.